Robocop en Dirty Larry, onze videogameagenten, knallen er vrolijk op los in hun bestrijding van de misdaad. Maar hoe gaat het er nou in werkelijkheid aan toe? Die vraag wordt voor ons beantwoord door iemand die alles weet van het politiewerk. Appie Baantje. Denkt u dat wat je ziet in veel series en de film en zo, denkt u dat dat iets te maken heeft met de verharding van de criminaliteit? Kijk eens naar onze sprookjes van vroeger. Er gebeurden ook de vreselijkste dingen in. Ja. Er werden mensen in oliepotten gestopt en opgevreten. En wolvenfarmen die namen opa of leeuwen en kikkers. Bent u wel eens bang geweest? Heeft u wel eens angst gehad voor dat geweld? Nee. Ik had een soort van filosofie van mezelf. Ik zei, Appie, als je het niet meer met je mond kan redden en ik kon lekker kletsen, ja, dan moet je weggaan. Ik had ook nooit een wapen bij me, die lag altijd bij mij in het nachtkastje bij de schone pyjama. Ik nam het ding nooit mee. Het moderne politieapparaat maakt steeds meer gebruik van computers en een heleboel nieuwe technieken. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, je moet natuurlijk een beetje bijblijven. Kijk, de criminaliteit, dus de criminelen staan niet stil. Hè. Die gaan hun ontwikkeling ook mee gebruiken. Ook steeds betere technieken, steeds snellere auto's. En je moet als politie daarop inspelen. Hè. Toen ik nog actief was en ik heb er heel wat moorden behandeld in vroeger tijd. We hadden geen moordbrigade. Dat deed je allemaal een beetje op je eentje. En vaak wist ik precies wie en wat had gedaan. Maar alleen die bewijsvoering die miste ik. Hè. En daarom ben ik ook gaan schrijven. Hè. Zijn de zaken die de inspecteur uit uw boeken behandelt, zijn die te vergelijken met de zaken die u zelf aan de hand hebt gehad? Ik gebruik natuurlijk nog steeds in mijn boeken de wijze waarop ik destijds dus mijn werk deed. Hè? Is het personage van de boek te vergelijken met uw eigen personage? Nou, dat zijn vragen wel eens meer. Hè? Maar een harde karakter is het een... Nee, ik geloof dat hij de kop die hoog van mijn aardige vent is. Ja, hij komt uit mij voor, dus het moet een aardige kerel zijn hoor. Zo is het brein achter alles. En ze zou ook nu vrij uitgegaan zijn als niet haar laatste slaaf het vonnis had vertrokken. Hier, die is nog van jou. Er is een film over een politieagent, half politieagent, half robot. Ja. Denkt u dat zoiets realiteit zou kunnen worden in de toekomst? Nee, dat zijn natuurlijk futuritieve gedachten eigenlijk. Ja. Kijk, als je een robotkop politieman moet hebben, dan moet je ook robotmisdadigers hebben. Dat lijkt me leuk hoor, laat die twee met elkaar knokken. Ja, je houdt een hoop schroot over. Er is een spel over een stad. Je kan een eigen stad kan je bouwen. Je moet dan ook de criminaliteit in de gaten houden. Je moet zo hier en daar een politiebureau bouwen. Zou een videospel educatieve waarde kunnen hebben? Ja, ik vind wel dat u, ja, die mogelijkheid natuurlijk zeker. Hè? Je moet eens één keer een inbraak bij je meegemaakt hebben. Ja. Ja? En weet wat voor een brok frustratie dat met zich meebrengt. Ja, en dan zou je nooit meer een dief willen zijn. Als je crimineel wordt, zal je ook nooit gelukkig worden. Hè? Hoe leuk dat de crimineel leven ook lijkt. Is dat zo? Ja. Zijn er geen gelukkige criminelen? Ik geloof niet dat je prachtig gelukkig... Nee, ja, je kan wel mensen hebben die toch heel prettig leven van die criminaliteit. Maar op z'n daarbij, er blijft toch altijd iets hangen van... Tenminste, dat zou voor mij gelden, omdat ik wel dit normale piket heb, hè. Van ja, een soort van bedroeging.